Dag beste kijkers, welkom bij deze aflevering van de lokale Omroep Stijn. Ons eerste onderwerp is een jarige. Mevrouw Wiene Oedeelse is 100 jaar geworden en dat moest gevierd worden. Er waren veel gasten, onder andere ook weer waren de bijen. Niet in de Eelse Hof, want er is groot feest. In de Eelse Hof is mevrouw Wijne 100 jaar geworden vandaag. En ze zit hier neven mij, een heel krasse dame, 100 jaar. Het voor allemaal zo zien, het voor 100 zien, het voor het horen, dat is even heel blij. Mevrouw Wijne, op de eerste plaats, ook namens de lokale omroep, van harte proficiat. Dank u wel. Zeg, 100 jaar, dat wil zeggen dat je heel goed hebt metgemaakt. Ook nog, ja. Je hebt gewoon zo'n geslacht. Dat is meestal, dat is bij leven, is het altijd, dat zag de burgemeester ook al, leven, dat is goede dingen, maar ook minder goede dingen. Gerup, wie voor kingen? Drie. Drie kingen. Eén jong en twee meisjes. Ja, en kleinkinger en achterkleinkinger? Oh, en nog wel getrachter. Ja. Ja, dat gaat wel door. Wie vindt je nu de tijd in vergelijking met wie hier jong wordt? Ja, dat is toch heel lang. Het is geen vergelijking te vinden wonen. Dat wordt wel heel, heel lang. Gans alles. Ach, heel. Oh god, joh. Nee, dat is geen vergelijking te maken. Nee. Maar het beveldig wel nu zo. Ik wil nog maar gaan hier blijven. Ja, dat is heel verstandig, ja. Ja, nee, dan. Ja. Maar ja. Hier zit van Meers afkomstig? Van Meers geboren en getogen. Ja, ja. En hoe een Eelse, dat moet ook kennen, hè? Dat kan ook, want ik ben een Eelse, zoals jou naar school moeten wonen. Want er waren Meers geen school. Ja, kijk. Ik wist toch wie mijn Eelse was toen. Ja, ja.
Gingen we al de weg van de meeste Eilse toe. Ja. Nu heb ik er feest vandaag. Ik zie het is helemaal vol hier, de zaal in de Eilse Hof. Gezellig? Wat blijft? Gezellig? Heel gezellig. Ja. Ik had het nooit gedacht, maar het is wel. Het bevindt me prima. Ja, zo moet het ook, hè? Daar doen ze het allemaal voor, hè? Daar doen ze het voor, ja. Ja, natuurlijk. Goed, ik wens je nog een hele fijne dag hier met Kinger, Kleinkinger en Achterkleinkinger. Ja, dank u wel. Ja, bedankt, hè? Ja, geen dank. Dag. Oma heeft gevouwen wangen, lijnen waar haar lachjes blijven hangen. Als ze zelf al niet meer lacht, wou jij ze komen vangen? Vraagt ze. Ik zeg, oma, jij bent lief. En daar zijn ze zomaar weer, die lijntjes. Zachtjes zegt ze, kleine, kleine rimpeldief. Met 100 jaren. Denn die mit Hüsten sparen und schenkst du dir allein. Ich will dich lieben, auch noch mit 100 Jahren, ja noch mit grauen Haaren, da werd ich bei dir sein. Ich will dich lieben, auch noch mit 100 Jahren, wenn die mit Küssen sparen und schenkst du dir allein. Ja, ich wollte even, ich welkom hier, dat is van de Eilse zit gekomen, ondanks het slechte weer. Voor onze jaren. En hier heb ik het woord aan u. Tot Anneke, dat mag ik wel zeggen, denk ik, hè? We zijn natuurlijk met de vervaren mensen naar de Eilse gekomen om te feliciteren met de gehoorste verjaardag. Ik moet zeggen, we hebben nog een optreden achter de rug. We zijn binnen minst geweest, daar waren we veel ouder in terug. Daar waren namelijk Sinterklaas in voor geweest. Oh, En nou gezakken we ook al hier geweest, Sinterklaas. Ja, maar goed, desondanks is het nog keer gekomen om weg te feliciteren met de gewoonste verjaardag. Dat is natuurlijk niet niks. Ik heb 98 jaar een meisje gewoond, dat is altijd een hele trouwe supporter geweest voor vaar. Ik weet dat als we langskomen, stink je ook altijd boete. En dan heeft ze jaren meisjes achter de venster binnen. Maar toch word je altijd een hele trouwe supporter van vader. Dat is natuurlijk altijd heel erg weten te waarderen. Dus vanochtend is Vergeer naar Uxen gekomen om te feliciteren met de grootste verjaardag. Ik hoop dat je nog een aantal jaren in goede gezondheid bij ons kan blijven. Maar de gezondheid is nu nog best redelijk, begrijpelijk. Dus nogmaals, van ons allemaal, van harte proficiat met de grootste verjaardag. Dank u wel. Het schoon is dat het niet goed is. Proficiat. Mam, ik heb ook nog geld voor de fanfare. We spreken wat mezelf doen. Moet ik dat terug doen? Nee, ik heb ook een probleem. Doet je dit erop? Is dit nog een binnen? Ja, dat is goed. Ja. Wat stom. Ja, even de goede. Dankjewel, hè. Alle moeite. Dankjewel, hè. Ik heb zo'n dat we het niet kunnen brengen. Dankjewel, graag gedaan. Namens mijn vader wil ik je van harte danken voor de donatie. Je werd een vader dat er in 2 dingen tekort is aan de muzikanten en centen. Dus dat kun je wel altijd goed van passen. Dankjewel. Hè. Geen dank. Thank you.
Dank u wel, hè. Dank je. Sinds ongeveer 3 de bier van Willeke. Ja, dat is van de beurs. En Guus kan ik ook. Er werd door de Rijkswaterstaat in Limburg vuil aan de wegen gewerkt. Dat het verkeer hierdoor hinderheid is begrijpelijk. Verzinnen het dag metgewijs en verkregen uitleg in Jeuver. En daardoor ook veel meer begrip. Het gaat om stalen bruggen. Het zijn stalen bruggen die allemaal zeg maar, voor 1975 ontworpen en gebouwd zijn. Op basis van de toen geldende normen. Op basis van wat we toen wisten over de ontwikkeling in de hoeveelheid verkeer. Nou, er zijn eigenlijk twee grote redenen waarom er nu met een aantal van die bruggen problemen zijn. Dat is dat er meer verkeer is dan we toen dachten, toen ze gebouwd en daarvoor ontworpen werden. En dat het verkeer ook zwaarder is. En wat er dan heel in het kort gezegd gebeurt, is dat je een hogere belasting krijgt op onderdelen dan waar je voor ontworpen is. En dat als je maar heel vaak wisselende belastingen krijgt, delen van de brug vermoeiingsverschijnselen kunnen gaan vertonen. Metaal noemen wij het gewoon Nederlands. Verder toekomstproblemen gaan verwachten. Dit zijn de meest prioritaire bruggen, om het dan maar zo te zeggen. Er staat een stukje bij uit de Volkskrant september 2008. En het gaat om 14 bruggen die de komende jaren tot 2018 gerenoveerd moeten worden. Of verlijmen. En verlijmen zien we hier, dat wordt een grote ijzeren. Of metalen stalen plaat over het verbreekbare deel van de brug geplakt. Daar is uw ervaring mee met schasterij, die ik net niet zie. Blijkt, wordt gemonitord en blijkt goed te werken. Het idee achter beide technieken is dat je de spanningen die optreden in heel lokaal door een HSB-hoogsterkte, dan wel een metalen plaat opvangt en weer verspreidt, zodat de belasting in het detail, wat gevoelig is voor vermoeiing, weg is.
onderdeel van de renovatie zal nog zijn dat de verbindingen tussen de hangers en de boog, zowel waar het dek vast zit als ook daarboven, dat die ook nog, ja, ik noem het maar, gerenoveerd worden. Dat zal, en daar hoort bij, de conservering van de boog. Dus dat is iets wat hier nog als onderdeel van het werk achteraan komt, zou ik maar zeggen. Wat je hier ziet, hier staan we zeg maar op de aardebaan. Daar begint de brug, dat is de voegovergang. Wat je hier ziet is de wapening. Het hoge sterke beton kenmerkt zich doordat er relatief veel wapening in zit. Dicht op elkaar. Nou, dat zie je, hier is dat gelegd, dat wordt op hoogte gesteld. Berekend is de dikte van tevoren, wat de dikte van het hoge sterke beton moet zijn. Ik gaf al aan dat het millimeterwerk is. Dat geldt zowel voor de afstand van het stalen dek tot de onderkant van de wapening, als ook de hoeveelheid beton die uiteindelijk nog op de wapening moet zitten. Dan heb je het over 20 tot 25 millimeter minimaal. Dus dat is echt millimeterwerk. Als je één stapje dichterbij doet, zeg maar hoe die renovatie in zijn werk gaat. Het asfalt wordt eraf gehaald. Dat stukje daar? Nee, dat begint daar. Het asfalt wordt eraf gehaald. Dan wordt wat er dan nog overblijft gestraald. Dus je ziet uiteindelijk gewoon het staal. Dan wordt dat staal onderzocht middels, nou moet ik een moeilijk woord gebruiken, niet destructieve technieken. Om te kijken of er toch nog niet, waar de scheuren precies zitten. Die scheuren worden allemaal van gelast, dichtgelast, gerepareerd. Wat er dan gebeurt is dat er een hechtlaag op het asfalt komt. Of op het stalen dek. Ter voorbereiding van het storten van beton. Nou, die zie je hier. Dat is zeg maar een lijmlaag waarin ze, bauxiet, waarin ze hele kleine steentjes gooien. En dat zorgt voor de hechting van het beton met het onderliggende dek. En dat is wat je nu door de wapening heen ziet. Die hechtlaag, die ligt erop, inclusief de ingestrooide steentjes. Hierop komt het beton. En dan komt er nog een slijtlaag op. Zodat het, en dan, dat is aan die kant al gebeurd. En dan kan het verkeer er weer overheen. Dat is de verbinding tussen staal en beton. Zodat dat goed hecht. Nee. Want anders doet het beton zijn werking niet. Dat, wat ik net aangaf, dat moet de spanningen opnemen en verspreiden. En dan moet het dus goed aan de stalen dek gehecht zijn. En daar zorgt die lijm met steentjes voor, om het gewone taal te zeggen. Een slip voor een pever. Je kijkt nou tegen de achterkant aan. Ja. Dus aan de voorkant, aan de andere kant, wordt er met een kraan beton op de wapening. Niet gegooid, maar heel voorzichtig neergelegd, want de wapening moet op hoogte blijven. Dus dat gaat allemaal zeer gecontroleerd. En dan rijdt die machine eroverheen en aan de achterkant komt er een heel mooi stuk glad beton uit. Nou, de vorige kant, die is al klaar, hè? Aan die kant richting Maastricht, hebben ze ongeveer 5 uur gedaan over, zeg maar, van start tot finish. En dan ligt het beton erin. Ja, gaat over 25 meter per uur. Wat je aan de rand ziet, ze hebben allemaal, dat kun je niet zien, maar daar lopen draadjes langs. Je ziet ze daar staan en dat is de hoogteafstelling van de machine. Dus die heeft een sensor en op basis van die draad blijft hij op de hoogte. Zodat we geen bobbels in, dus dat we een vlak beton krijgen. Nou, dat wordt allemaal gecontroleerd, zodat de vlakheid goed is. Zodat als je met je auto overheen rijdt, dat je niet het idee hebt dat je over een wasbord gaat. Dus dat wordt allemaal gecontroleerd, even zo waar nodig bijgeslepen. En wanneer wordt dit opgeleverd, de verwachting? Dit jaar, mijn hoofd zeggen, maar dat weet Pascal beter. En dan begint hij aan Elsloom, aan de Elsloombrug. Ja, volgend jaar, na de winter. Als dit klaar is. Ja.
verkeerscentrale, de wegverkeersleider, bij het openstellen van de spitsstroken bepaalde handelingen moet doen. Moet camera's gebruiken, moet eerst schouwen of die weg wel veilig is, of dat er niks op de weg ligt. Nou, dat soort dingen, maar dat kan straks in de verkeerscentrale heel nadrukkelijk wisselen. Nou, zeker in de eerste periode zullen wij die mensen die daar buiten staan, die dadelijk ook iets gaan toelichten over hun werk. Weginspecteurs die op dit moment, net als de wegverkeersleiders, bij de verkeerscentrale opgeleid worden om die scenario's rond die spitsstroken ook te kunnen afhandelen op een correcte wijze, volgens de procedures die beschreven zijn, die gaan we achter de hand hebben. Ja, en calamiteiten, kleine incidenten, eigenlijk wat ze op dit moment ook al doen, zo snel mogelijk afhandelen om de opstoppingen zo beperkt mogelijk te maken. Ik ben Ivo Eras, weginspecteur hier in het zuiden. Ik zal inderdaad even uitleggen hoe wij onze dag eigenlijk een beetje indelen. Wij werken in ploegendienst. En we beginnen eigenlijk met onze spits te rijden. Hè, om te kijken of we goed kunnen zorgen voor de doorstroming. Als de doorstroming wordt belemmerd door bijvoorbeeld een ongeval, dan proberen we daar zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. Om ook het incident weer op te lossen, dat het verkeer weer zo snel mogelijk door kan rijden. Hè. Buiten de spitstijden hebben wij dan onze inspectieroute. Ieder inspecteur heeft een stukje van het areaal waar ze ervoor zorgen dat alles er netjes bij ligt. Dat er geen op- of aanmerkingen zijn. Nou, ik ben Laura Nijmans, ook weginspecteur bij Wegendistrict St. Joost. Ja, Ivo heeft het inderdaad verteld dat de dagelijkse werkzaamheden zijn. Daarnaast zijn we bij calamiteiten worden wij rechtstreeks opgeroepen door de verkeerscentrale in Gelderop. Die kunnen heel veel voor ons al zien met lussen in de weg. Sturen ons daardoor naar calamiteiten of in ieder geval naar knelpunten toe, waar in ieder geval het verkeer langzaam rijdt. Nou ja, daar ter plaatse dan komt er een stukje incidentmanagement om de hoek kijken. Een stukje veilige werkplek creëren voor de andere hulpdiensten. En dan ook nog proberen om enigszins doorstroming te behouden, te krijgen. Zodat in ieder geval de weg weer zo snel mogelijk vrijgegeven kan worden. Dat hij nog niet gewend was aan wat daar gebeurde. En dat we ook voor onze mensen nog de ruimte moesten zoeken van hoe gaan we dat proces nu inrichten. Daarom hebben we voor gekozen om direct na de openstelling extra mensen daarop te zetten. En op dit moment kunnen we wel spreken van het feit dat de tunnels weer naar een regulier proces, naar een regulier gebruik gaan. En dat betekent dus dat deze mensen die daar eigenlijk voor aan de lat staan, dat vanaf begin volgend jaar in hun dagelijkse takenpakket erbij krijgen. Ja. Wij hebben als inspecteur allemaal tegenwoordig een Nissan Navara. En wat is dan standaard uitgerust? Wat daarop hoort te zitten is een DRIP, een dynamisch route informatiepaneel. Dus een aantal dingen standaard inzetten met een pijl naar links, pijl naar rechts, let op. We kunnen een stukje file beveiligen. Er zijn een aantal stukken in Limburg waar we geen signalering boven de weg hebben. Nou, als er daar file komt, dan ziet het aankomende verkeer niet dat er een file is. Daar worden wij dan ook voor ingezet. Nou, dan komt er een tekst file in te staan, dus dan weet het verkeer wel van hé, daar gaat wat gebeuren. Ja, daar kunnen we dus een aantal dingen standaard inzetten met een pijl naar links, pijl naar rechts, let op. We kunnen een stukje file beveiligen. Er zijn een aantal stukken in Limburg waar we geen signalering boven de weg hebben. Nou, als er daar file komt, dan ziet het aankomende verkeer niet dat er een file is. Daar worden wij dan ook voor ingezet. Nou, dan komt er een tekst file in te staan, dus dan weet het verkeer wel van hé, daar gaat wat gebeuren. 6 tot 's avonds 10 zijn er altijd mensen op de weg in Limburg. En tussen 's avonds 10 en 's morgens 6 zijn die oproepbaar via de telefoon. Nou, bij de spitsstrook heeft u wellicht ook al gezien dat er een aantal palen langs de spitsstrook staan. Daar komen heel veel camera's te hangen. Gelderop zal daar dadelijk een hele belangrijke rol gaan spelen. Want zij zien, als het goed is, als eerste dat er iets aan de hand is. Zij kruisen meteen dan, volgens het protocol, een rijbaan helemaal af. Dan duurt het inderdaad wel even eer dat het verkeer weer op die andere twee rijbanen zit. We'll be right back.
calamiteit zetten wij uit naar iemand die daar de gebied beter heeft. En die stuurt daar de weggespeurs aan. Wat wij hier zo doen, ja, wij monitoren hier de weg. Kijken hoe de doorgangen zijn. Bij calamiteit zorgen we dat er zo snel mogelijk de weg vrij is, dat er doorgang kan worden. We zorgen dat er zo snel mogelijk veiligheid is voor de mensen. Zesde desk beginnen. Aangezien wij wat besturingseenheden binnenkrijgen, waaronder de spitsstrook in Limburg. Dat voor jullie natuurlijk wel, jullie komen allemaal uit Limburg, dat begreep. Wat natuurlijk wel een interessant object wordt. Voor ons ook het eerste. Tenminste, dat je gewoon echt een strook hebt te besturen. Dus dat wordt wel apart. En dat gaat dan op een aparte desk komen. Dat één persoon zich daarmee bezig gaat houden. De enorme hoeveelheid werkzaamheden die daar gedaan worden. En versmalde rijbanen. Of dat er een barrier staat, of dat er helemaal niks is. Nou, uit veiligheid wordt dan her en der wordt dan een 90 geplaatst, of een 70 op reis of 2. Als een 70 op reis of 2 wordt geplaatst, komt er automatisch altijd een 90 naast staan. En dat zijn gewoon vaste zaken zoals we het hebben. Een kruis wordt eigenlijk altijd, standaard komt er een 70 naast staan. In enkel geval, als bijvoorbeeld ook een vernauwing is, wordt er door onszelf wel eens een 50 naast geplaatst. Ik ben Liesbeth Hendricks, gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat, directie Limburg. De provincie en van het Rijk, we hebben dus zelf de beste kennis van hun eigen beheersgebied. En vandaar dat we dus één provinciale en één Rijksmedewerker hebben die dat samen regelen. Er zijn maar twee weerbureaus in Nederland. Dat is Meteo Vista en Meteo Consult. En dit jaar doen we zaken met Meteo Consult. En daar hebben we voor gekozen omdat ze zijn heel blij met ons. Want Limburg is uniek. Dus ze waren heel blij dat ze Limburg mochten van dienst konden zijn. En ze zijn echt heel goed uitgerust met radarbeelden. Duitsland, België, alles wat van Polen komt, dat houden ze in de gaten voor ons. Maar het is zelfs zo dat ze tegenwoordig in één radarbeeld, in één bui kunnen zien wat voor neerslag dat er valt. En dat kunnen ze met drie kleuren kunnen ze dat aangeven. Dus het kan best dat één bui drie soorten neerslag heeft. En dat kunnen ze in één kleur, met drie kleuren kunnen ze dat aangeven. En dan kun je dus echt zien van, nou, het gaat sneeuwen, het gaat regenen of het gaat ijzelen. En dan gaan we daarop onze actie. Maar het is dus Meteo Consult en die doen echt speciaal voor Limburg. Ze gaan af van alle onze meetstations. Net zoals de gladheidscoördinator, die hebben ze dus allemaal op de laptop. En van daaruit gaan ze handelen. Ja. Als wij preventief strooien door Limburg, dan zijn we 400 ton kwijt. Het is ook echt opgedeeld in Noord en Zuid. Zuid loopt van het Zuid-Limburg dan van de plank. Daar hebben we dus een camera met een GMS-station. En die vertrekken vanuit Hulsberg. En dat gaat dan helemaal door tot Nederweert. Dat is Zuid. En bij Nederweert begint dan Noord. En dan gaan we tot Mook gaan we door. Maar wat ik begrepen heb, hebben we voldoende voorraad nou landelijk. En ook vorig jaar heeft Limburg best wel gelet op het unieke landschap. Best wel bevoorraad gebleven. Ja. Als wij één keer preventief strooien in Limburg, €40.000. 40.000. Ja. Dan zit alles bij, hè? En de acties van de aannemer. Ja, het personeel, de vrachtrooiers. Ja. Als we dus heel Limburg laten uitgaan, dan zijn er rond de 100 vrachtrijders zijn voor ons aan het rijden. En daarvan zijn het 70 combinaties, dan heb ik het over curatief, dus als het sneeuwt. 70 combinaties, dus met strooier en met ploeg. Die zijn dan door Limburg de wegen het schoonhouden. Dit wordt het laatste item weer. We hopen dat je er genoten hebt en tot de volgende week. Dag!